Een echte cowboy valt minimaal 7 keer van zijn paard. En ik vind het een mooie uitspraak. En ook heel erg toepasselijk op mijn leven en misschien zelfs wel op deze podcast. Want ik heb niet altijd zin om een podcast op te nemen. Daar ben ik eerlijk in. Zo had ik net 10 minuten geleden het idee, nou, ik ga het toch maar niet doen. En toen dacht ik, waarom niet? En er zijn gewoon een paar kleine dingetjes. Ik ben niet helemaal happy. Ik ben een beetje zoekende naar het concept. Dus ik ga gewoon de komende episodes wat nieuwe dingen proberen. Waaronder iets meer persoonlijk, iets minder sprekend, maar meer vertellend over mijn leven. In plaats van vertellen wat voor toffe dingen ik allemaal ontdekt heb. Meer de dingen vertellen die ik meemaak en wat ik daaruit leer. Dus een cowboy valt nooit, een echte cowboy valt minimaal 7 keer van zijn paard. En waarom? Waarom? Nou, het grappige is, als je dus op een paard gaat zitten en je valt er 1 keer af en je stopt, ja, dan stop je, dan houdt het op. En misschien na de 2e keer denk je, ja, dit is niks voor mij. De 3e keer denk je, nee, het is niks voor mij. Maar je moet doorgaan om het doel te bereiken. Rome werd niet gebouwd in 1 dag. Nou, laten we alsjeblieft stoppen met alle cliché-uitspraken die allemaal een hele mooie kern van waarheid hebben. Maar wat, hoe betrekt dit zich nou op mij? Nou, wat ik al zei, ik zit een beetje te zoeken naar wat ik met de podcast wil. Ik keek net toevallig even op YouTube en daar kan ik zeg maar het hele overzicht zien. Ook 2 playlists en ik zag 7 maanden geleden begon ik vol enthousiasme met een podcast in het Engels. En ik merkte, nou, dat ging best wel lekker. Mijn Engels is wel oké. Maar ik merkte dat het me wel wat meer moeite kost dan gewoon zo in het Nederlands praten. Ik moest daar echt door een barrière heen. Want ik dacht, als ik het in het Engels doe, heb ik een breder publiek. Kan ik meer mensen bereiken. Wordt het makkelijker om echt mensen hun leven te raken en impact te maken. En daar zat ik dus helemaal fout. Omdat ik dacht, ik doe dit. Bereikte ik uiteindelijk minder. Want ik wou alles. Maar ja, het verhaal van alles, dat is zoveel omvatten dat niemand begrijpt waar je het over hebt. Dus toen ben ik gaan kijken, oké, als ik naar het Nederlands doe, ik ben op zich nog steeds best wel blij met de 3 thema's. Vind ik gewoon interessante thema's. Alleen ik merk dat ik het toch wat moeilijker vind om over gezondheid te praten en over de financiële markt. En dat eigenlijk dat stukje geluk en happiness, dat eigenlijk voor mij veel gemakkelijker is en ook waar ik veel meer zelf mee bezig ben. Ja, ik ben elke dag bezig met mijn gezondheid. Ja, ik kijk, ik lees het beursnieuws. Dat is eigenlijk het enige nieuws wat ik volg. En af en toe denk ik, eens even kijken of dit op de NOS staat. En ik, nou ja, gasprijzen gaan skyrocket. We gaan waarschijnlijk allemaal heel veel geld betalen. Nou, NOS, moah. Geen, weet ik veel, een of andere geblesseerde voetballer en weet ik veel wat. Het zoveelste corona-verhaal. Nou, het is allemaal wel, allemaal hetzelfde. Maar niks over iets wat ons allemaal in ons portemonnee gaat raken. Nou, bizar wat mij betreft. Maar goed, dus ik volg dat heel erg. Maar ik merk dat ik het gewoon wat moeilijker vind om over te praten. Nou kan ik natuurlijk een hele episode gaan praten over de gasprijs en wat het voor impact heeft op je portemonnee. Super interessant. Maar goed, als de NOS het al niet vermeldt, dan noem ze me aardig vindt om te vermelden. Dan, dan zullen er ook wat minder mensen nu net zo enthousiast worden als ik. Wauw, dat gaan allemaal dingen gebeuren. Dus vandaar dat ik ook heb besloten gewoon wat meer te kijken van, wauw, wat wil ik doen? Maar terug naar, ik heb wat moeite met de episode. Maar op een gegeven moment dus, ik had het in het Engels. En ik merkte gewoon, ja, dat is moeilijk. Dus toen heb ik de NLP gedaan en toen dacht ik, ik ga het zelf gemakkelijk maken. Ik kan heel makkelijk praten, ik kan heel snel praten en ik kan enthousiast praten. En in het Nederlands gaat het allemaal net een stukje makkelijker dan in het Engels. Nou, als er dan een keertje iets in het Engels moet, prima. Maar het Nederlands is toch makkelijk. En waarom jezelf zo moeilijk maken? In mijn hoofd maakte ik het allemaal heel moeilijk. En dat is misschien wel les 1. In mijn hoofd moest ik alles doen. En nu kom ik eigenlijk steeds meer, de zoektocht van 7 maanden, naar mijn geluid. En misschien dat het podcast ook wel straks weer anders gaat heten. Een ander doelgroep, helemaal anders. Maar dat is gewoon een zoektocht. En dat is gewoon mooi. Dus ik heb gewoon de tijd genomen. Ik ben gewoon begonnen.
Start before you're ready. Niet te veel denken, dat doe ik al genoeg. Ga naar je gevoel en waar wil ik het over hebben? Wat vind ik belangrijk? En wat je belangrijk vindt, verandert. En dat is misschien een van de eerste lessen die ik in mijn afgelopen 7 maanden geleerd heb. Van, hey, je verandert, de wereldview verandert, er gebeuren dingen in je leven waardoor dingen veranderen. Je krijgt af en toe een input, er gebeuren zaken. Mijn moeder is overleden, dat heeft ook een impact. Dat heeft, merk ik ook, de afgelopen tijd wel een impact gehad. Hè? Je leven dendert door. Maar toch, weet je wel, je bent bezig met zo'n podcast. En wat is dan het plekje, hè, voor je verdriet? Nou ja, ik ga nu niet hele tranen trekkende verhalen vertellen. Maar ja, het is wel jammer dat je zo'n persoon uit je leven moet missen. En zo zijn er meer personen in mijn leven die te vroeg vertrokken zijn. En dit onderwerp, sommige mensen gaan gevoelsmatig gewoon te vroeg. Alleen je wil geen, ik ben tegen lijden, dus ik wil niet dat een persoon lijdt omdat ik vind dat hij of zij nog op deze planeet moet rondwalen. Terwijl ergens in hun gewoon pijn heeft en het leven ja, niet veel waarde heeft, behalve dan dat ik dan nog 1 keer of 2 keer per jaar op bezoek kan. Nou ja, dat begrijp ik niet dat in stand gehouden wordt. Maar goed, dat is een politieke standpunt. Gaan we verder niet over hebben. Maar goed, terug naar die podcast. Dus ik was bezig en een paar maanden terug is mijn moeder overleden. En ik ben gewoon doorgedenderd. Ja, mijn kinderen denden je gewoon door. En sta je wat minder stil. En op een gegeven moment heb ik een podcast opgenomen. Eigenlijk de podcast die op dit moment online zou komen. Ik weet niet of ik nou, ja, wanneer deze precies online komt. Ik moet hem nog natuurlijk bewerken. Maar die op dit moment, deze plek, deze volgorde zou komen. En ik had hem opgenomen. En ik zat, ja, de boodschap die ik vertel klopt misschien nog wel, maar ik word er zelf eigenlijk niet enthousiast van. En daar begon mijn twijfel. Daar begon mijn twijfel, want ik zat en ja, ik word er niet enthousiast van. Waarom zou ik dit nog online zetten? Als ik er zelf niet enthousiast van word, nou ja, ik promote mijn podcast ook al iets minder op Instagram, omdat ik gewoon minder enthousiast ben. Het is meer een dingetje wat je doet en een paar de flow. Ik had er een hele hoop van tevoren opgenomen, omdat ik een paar keren niet op tijd zit wat ik normaal een podcast opneem. Een podcast kan opnemen vanwege skydiven en naar de Efteling gaan. Nou, hartstikke leuk. Dus ik had een hele hoop podcasts klaarstaan. En nu had ik dus een podcast opgenomen op het moment dat ik dacht, oké, dat is handig. Dan heb ik er alvast 1 en die kan ik dan gebruiken. En toen dacht ik, ja, ik ben eigenlijk niet tevreden. En dat was het moment dat ik ging twijfelen. En dat ik dacht, ik moet op zoek gaan naar mijn nieuwe geluid. Dus dit is de eerste podcast van mijn nieuwe geluid. Hopelijk vind je het gezellig. Wat ik van mijn reis met deze podcast heb geleerd is, goh, pas je aan. Doe wat goed voelt. Ga niet in je hoofd zitten. Want dat is natuurlijk denken wat anderen willen horen. Als jij een gevoel hebt, hey, dit is een boodschap die de wereld in mag, stuur hem gewoon de wereld in. Zo makkelijk kan het zijn. En ik merk bij mezelf ook, dat helpt met praten. Ik merk dat het een stuk makkelijker gaat. Elke keer als ik een podcast denk, oh, dit is super interessant. En ik heb bijvoorbeeld op het scherm of iets, heb ik iets staan. Dan zit ik te lezen, zit ik te zoeken, wat ga ik ook weer vertellen. En de 7 niveaus van financieel succes. Hartstikke super interessant. Ga ik misschien nog wel genoeg mee doen. Alleen, ik vind het wel heel irritant moeilijk om dat gewoon live zo te vertellen. Dat is eigenlijk fijner als je gewoon een soort PowerPoint presentatietje hebt die je af en toe een reminder geeft. Oh ja, dit niveau, oh ja, dat is dit, dit, bup, bup. Dan ben ik misschien een beetje druk chaotisch in mijn hoofd. Om dat dan zo uit mijn hoofd te doen. Mensen die mij kennen, die weten als ik een beetje te enthousiast word, dan zit de uitknop ver te zoeken. Maar goed, ga wat meer naar je gevoel toe. Kijk wat goed voelt. Durf te veranderen. Dat doe ik ook constant. Degene die wat meer episodes hebben gezien. Nou, de eerste waren in het Engels. Nu ben ik overschrapt al een tijd naar het Nederlands. Op een gegeven moment heb ik de intro en de outro eruit gehaald. Dat heeft een hele makkelijke reden. Want het is heel erg irritant om het geluidsvolume tegelijk te krijgen. Dus ik sta nu lekker te praten. Maar ik gebruik hier een microfoon en die staat af en toe dichterbij, verder weg. En dat geluid van dit kan ik makkelijk gelijk krijgen. Hè? Dat is niet zo moeilijk.
Er mag ook wel wat fluctuatie in het geluid zitten. Maar als ik dan het intro-muziekje, dan zat ik altijd een beetje, oh ja, is dat wel heel hard? En dan moest ik weer dit en dat. En dat was niet de standaard instelling. Dus ik dacht, ja, ik maak mezelf moeilijk. Ik ga het makkelijk maken. Dus hup, intro, outro eruit. En in plaats daarvan ga ik gewoon straks 2 seconden, 3 seconden, een half minuut vertellen wat ik pre-recorded had. En dan heb ik gewoon geen editing tijd meer. Misschien een ietsje minder fancy met een mooi introotje en zo. Maar goed, als jullie het allemaal heel erg missen, geef het dan aan. Dan ga ik het wel weer toevoegen. Dan ga ik wel weer iets bedenken om het dan iets makkelijker te maken. Intro zonder muziek? Ja, het kan allemaal. We gaan het bedenken. Geef het vooral aan. Dus maak het jezelf niet te moeilijk. Ga naar je gevoel. Doe wat goed voelt. En hopelijk komt het dan vanzelf en kan ik jullie zo ook inspireren op mijn manier. Nou, in ieder geval dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer inspiratie? Check mij daarna op Instagram. Daar deel ik stukjes van mijn privéleven. Kondig ik meestal de podcast aan. Afgelopen periode een stukje minder. Sorry daarvoor voor de mensen die daarop wachten. Ja, je moet af en toe doen wat goed voelt. En tot de volgende keer. Dankjewel.